Denkt u dat Brussel, de hoofdstad van Europa, alleen maar kan bogen op zijn geografische ligging? Niets is minder waar. De duizenden zakelijke bezoekers die Brussel hebben uitverkoren tot hun geliefde stad voor vergaderingen, doen dat niet alleen vanwege de gemakkelijke toegang of de ligging in het hart van Europa. Het eerste dat opvalt is de aangename ontvangst, de glimlach en de goedmoedigheid van de Brusselaar. U wordt vriendelijk begroet, vaak in uw eigen taal. De taximannen tutoyeren u en de voorbijgangers staan altijd klaar voor een praatje. Dat is ook logisch, want als je in het centrum van Europa woont, dan zie je bezoekers niet als vreemdelingen, maar eerder als een familielid uit de provincie. Een gemoedelijke sfeer gegarandeerd. Het gaat er ook gezellig aan toe in de cafés. Zelfs in de winter zijn de terrassen open. En wat een keuze. Zelfs de kleinste staminee heeft een kaart om u tegen te zeggen. Geuze of witbier, blond of bruin, kriek of lambiek. Het is heerlijk kiezen uit al die lekkernijen. En dat is overal zo. Want in Brussel gaan traditie en creativiteit hand in hand in een combinatie waarin iedereen zijn gading vindt. Wat is het geheim van deze levenskunst? Luister maar, het dwaalt door de straten. Want het hele jaar door slaat Brussel op de grote trom met het ritme van het goede leven. Jazz, wereldmuziek, klassieke concerten, opera, musette of variété, noem maar op. Op pleinen, op terrassen, in zalen. Brussel, de stad van de muziek, heeft zijn titel niet gestolen. Verwen uw papillen met een zakendiner of een intiem etentje met onze rijke gastronomie. Traditioneel, zoals in de vele streekgerechten, origineel, inventief en bezaaid met sterren. Waar u ook zin in heeft, in Brussel vindt u een keuken die u op uw wenken bedient. Zelfs de meest bizarre. Voor mij, de saus graag apart alsjeblieft. Chocoladeliefhebbers zullen al smelten bij het aanhoren van de namen van deze bonbons. Manons, jeneverbonbons, gemberchocolade. Maar het beste recept van Brussel is het geslaagde huwelijk tussen werk en ontspanning. Het Congrespaleis, binnenkort een van de modernste vergadercentra van Europa, ligt midden in het centrum. Totdat het opnieuw geopend wordt, kunt u misschien uw seminar organiseren in dit Art Nouveau-huis van Horta, het Belgisch centrum van het beeldverhaal. Een korte onderbreking? Te voet, met de metro, per taxi of rollerskates? Laat u meevoeren en ontdek alle facetten van deze diamant. Ludiek, authentiek, klassiek, groen of cultureel, Brussel heeft het allemaal in huis. Natuurlijk zijn er de verplichte nummers. De Grote Markt is een must. De kathedraal en monumenten zoals het Koninklijk Paleis dat in augustus open is. Maar slenter ook gewoon op uw gemak wat rond. Alles is dichtbij en bovendien is er overal wel iets te zien. U vindt musea over alle onderwerpen en voor al uw zintuigen. Van de Art Nouveau-krullen tot talentrijke stylisten. Van luxueuze artikelen tot simpele verlangens of zin in ontdekkingen. Brussel bezorgt het u. Maar de troeven van Brussel zijn niet beperkt tot vrije tijdsbestedingen. Ze weten waarom. De vele organisatoren die deze levendige en toegankelijke hoofdstad uitkiezen als plaats voor hun congres. Wie u ook bent en welk evenement u ook plant, Brussel biedt u al zijn professionele capaciteiten op dit gebied met, niet te vergeten, de Brussels Touch. Een gala in een bibliotheek? Een seminarie onder de verheven Art Nouveau-bogen? Een presentatie in een concertzaal? Een modeshow in een museum? Alles is mogelijk. Brussel heeft een overvloed van originele, prestigieuze ruimtes vol charme of geschiedenis die uw evenement net dat beetje extra geven dat het verschil maakt. Een intiem onderrondje of een grootschalige vergadering? Brussel ontvangt uw deelnemers als een gastheer met klasse en biedt u ontmoetingsruimtes van hoog niveau. Kwaliteit, toegankelijkheid, diversiteit en vakkundigheid. Al deze troeven staan tot uw beschikking in een ontspannen, hartelijke sfeer. Hoeveel steden kunnen dat bieden? Beurzen en tentoonstellingen zijn prima thuis in Brussels Expo. Dit complex staat klaar om alle wensen van de exposanten in te willigen, zodat zij hun bezoekers kunnen bieden wat zij wensen. En voor uw incentives, wat is een betere locatie dan de ontvangst van uw team dan de stad zelf? Want in Brussel wordt alles afgesloten met een feest, een perfecte manier om uw team nog hechter te maken. En al die energie, al die drukte wordt nog aangenamer, als je maar een paar stappen hoeft te zetten om die te ontvluchten. Brussel is de groenste hoofdstad ter wereld, wist u dat? Parken, pleinen, het Terkamerenbos of het Soniewoud en zelfs privétuinen heten u van harte welkom. Zomer en winter, voor wandelingen, concerten of gewoon een paar momenten stilte in de natuur.
Brussel heeft vele charmes. Het is onmogelijk om die allemaal op te sommen. En bovendien willen we niet het plezier van de ontdekking bederven. Met levenskunst als levensmotto cultiveert Brussel zowel zijn zakelijk instinct als zijn zin voor geluk. Dus kom wanneer u zin heeft, met of zonder afspraak, want Brussel verwacht u elk moment.